Ik ben Vera en ik speel in The Sound of Music. Ik speel Marta. Ze is de ene kleinste van de familie. Ze is wel vrolijk, maar ze is wel altijd heel stil en zij is ook heel schattig, maar ik ben dan niet. Ik ben niet de enige Marta, want er zijn nog 9 andere kindergroepjes en daar spelen ook Marta's. En als ik dan bijvoorbeeld ziek ben, dan kan er een andere Marta voor mij invallen. Ik hield nog eerst niet van musicals, maar ik zing wel al sinds mijn kleinste. Ik kon ook al eerder praten dan lopen. En via een musicalles waar ik al op zat, kreeg ik te horen dat ik hier aan mee kon doen. Ik krijg altijd een zennetje, die gaat helemaal hier zo door mijn vlecht heen. En dan komt hij zo hier, pop, omhoog. En ook nog in mijn nek eentje. Als Marta heb je in het begin altijd een soort van, ik noem het maar een matrozenpakje, best netjes. Maar in de tweede acte vooral wordt er ook meer vrolijke kostuums. Vooral in de tweede acte heb je dan ook bloemetjes, jurken en zo. Die vind ik altijd wel mooi. Mijn favoriete liedje is, even denken. Ik denk die ene scène van waar ik zielswil van hou, omdat er 2 emoties in zitten. Eerst is de emotie van verdrietig, want Maria is weg. En dan komt ze terug en dan ben je opeens weer heel blij. En mijn favoriete scène? De scène is de bedscène, maar ik weet niet of het eindapplaus ook een scène is, maar die vind ik ook erg leuk. Ik vind The Sound of Music leuk omdat... Ik denk omdat het een musical is waar ook kinderen in zitten. Want ik vind als er een musical is met alleen maar volwassenen, dat het soms wel iets te serieus wordt. Want kinderen, vooral jonge kinderen, die zijn altijd wel nog op een of andere manier wel heel speels. De sfeer bij Steeds is altijd erg gezellig. Iedereen is altijd vrolijk. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien die boos is of verdrietig of zo. Ze zijn altijd erg vrolijk en iedereen is ook wel zeg maar met elkaar altijd bezig en altijd gezellig. Maar soms hebben we ook wel onze eigen momenten nodig met de musical. Als iemand zich moet concentreren of zo, dan is het ook wel fijn als niet iedereen met gaat kletsen. Maar eigenlijk is het altijd wel heel gezellig. Als ik het toneel opga, vind ik het wel spannend. Ik vind het ook vooral spannend als er familieleden of vrienden van mij in de zaal zitten. Dan dat er mensen in zitten die ik helemaal niet ken. Ik vind het dan wel heel spannend, maar ook wel weer dat ik denk van... we gaan knallen en het komt wel goed.